De kerk maakt als het nodig is ook gebruik van sociale mediaplatformen om haar diensten aan te bieden aan de gemeenschap. Zo ook de grote stadskerk. Maar niet alle social media platformen worden door de kerk gebruikt om het woord van God te verkondigen. Dominee Sisa Lucia Breveld heeft haar eigen mening over het gebruik van de diverse social media platformen. Wanneer u social media zegt, dan wil ik verstaan de app. Niet dat ding wat voor ons zou moeten binden, dat tot een soort verschrikking is geworden, Facebook. Nee, echt. In de tijd van COVID, niemand kon naar de straat. Toen heb ik mijn telefoon gebruikt om diensten te sturen naar mijn gemeenteleden. En het heeft ze goed gedaan. En het gebeurt nog steeds dat de diensten worden opgenomen en worden verzonden. Maar social media, Facebook, ik word er verdrietig van. Ik ben zelf niet op Facebook hoor. Maar ik word verdrietig van de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Hoe zijn mensen? Laten we elkaar respecteren. Laten we niet zo schelden op elkaar. Als je niet weet wat je moet zeggen, hou je mond. Maar scheld niet, vloek niet en zeg geen dingen die niet van toepassing zijn. De dominee Sisa doelt op de vele scheldkanonades op Facebook, waarbij personen elkaar vies en vuil uitschelden. Ook voor hen heeft de dominee Sisa een boodschap. Ik wil zeggen, blijf bidden. Vloek niet, scheld niet, maar bid. En vraag God om die zegen, want anders gaat het nooit goed gaan in dit land. Als we blijven schelden, vouwaka, kan nooit goed worden. En tot slot heeft dominee Sisa Lucia Breveld geeft aan dat het woord van God ook vandaag geldt. Het is nooit veranderd. Ze sluit haar boodschap in stijl af. Ik heb nog één slot. En dat is eigenlijk mijn stokpaardje. Ik vind dat we altijd en constant moeten bidden voor dit land. En in mijn gebed komt altijd voor rust en vrede, moesutang na kondre alape, na mindrifu vi kondre mang, en su. God zij met ons Suriname.